Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video waarin ik jou een aantal inzichten wil bijbrengen rond bewustwording, rond leven vanuit een hoger bewustzijn, rond relaties op de nieuwe manier, dus vanuit dat hogere bewustzijn. Nu, als je op de hoogte wil blijven van nieuwe video's die ik upload rond thema's die daarmee te maken hebben, dan nodig ik je uit om te abonneren op mijn kanaal en de notificaties aan te zetten. Als je specifiek geïnteresseerd bent in het thema van deze video, geef dan ook een likeje. Dan weet ik dat dit thema nu van belang is voor een aantal mensen die mij volgen. En dan is het voor mij ook gemakkelijker om op jullie energie af te stemmen en boodschappen specifiek voor jullie te ontvangen. Nu, in de andere video dat ik zo net gemaakt heb rond soulmate-relaties. Dus gewoon zeggen, als je daar nog niet naar gekeken hebt, kijk daar ook zeker eens naar, want daar gaan er ook boodschappen in staan voor jou. Maar had ik gezegd om een aparte video te maken rond het issue of obstakel dat we soms ervaren en ons afvragen of soms moeite mee hebben of dat we iemand moeten loslaten of niet. Ik ben eventjes aan het luisteren op welke manier dat ik deze video mag aanvliegen. Oké, en ik ga me gewoon verder laten leiden en dan gaan we zien welke boodschap dat er binnenkomt. Ik merk dat er, dus we gaan eerst het algemene deel hebben. Dus die boodschap is voor iedereen van toepassing. En dan in de tweede helft of naar het einde toe ga ik dan drie groepjes maken en dan kan je kiezen en dan gaan we nog wat extra specifieke boodschappen geven. Ik hoop dat je de manier waarop dat ik nu op dit moment werk kan waarderen en appreciëren. En dat is vooral belangrijk dat het jouw inzichten mag bijbrengen in jouw pad naar bewustwording en naar het omarmen van je droomleven. Om, zodanig dat je echt de tools en de handvatten en de know-how krijgt, de wijsheid krijgt om van jouw leven ook een meesterwerk te maken. Zoals dat ik ook mijn leven aan het vormgeven ben, zoals dat het voor mij een meesterwerk is. Nu, als je met mij één op één wilt samenwerken, dat heb ik waarschijnlijk nog niet gezegd, weet dan dat dat ook kan. Via de linkjes hier onderaan in elke video ga je zien op welke manier we kunnen samenwerken. Dus volg daarin ook jouw gevoel. Als je niet goed weet wat dat nu op dit moment het beste voor jou is, wat je nu op dit moment het beste, of eigenlijk ja, klaar voor bent, de eerstvolgende stap in jouw proces, dan kan je mij een mailtje sturen en dan kunnen we een gratis afstemsessie van ongeveer een half uurtje reserveren, zodanig dat ik dan eigenlijk kan intappen op jouw energie en dat we echt kunnen gaan kijken van wat er belangrijk is. En waarom hou ik deze kaart? Dat is de Nine of Cups. De Nine of Cups heeft te maken met jouw eigen beker, jouw eigen leven vormgeven, jouw eigen bekers kiezen, wat dat jouw vervulling brengt, wat dat jou dat dromenleven geeft, en dat gaan vormgeven zonder te wachten op iemand anders. En dan ga je inderdaad dat succes en dat goed gevoel, dat geluk, die eenheid in jezelf voelen en uiteindelijk ook dan een ideale partner gaan aantrekken, ideaal job, wat dat ook maar allemaal is. En het einde kan echt niet mooier zijn, maar echt het einde van jullie lasten. Oké, we gaan eens zien. Wat zijn de kaarten, of wat is de boodschap liever, voor de mensen die naar deze video kijken? Rond het thema loslaten of niet. Dan hoor ik stop. Wat krijgen we? De Two of Pentacles. Maar ik ga die zo laten, want ik voel dat die zo mag laten. De Nine of Cups, die we net gezien hebben. Dit is de Three of Cups. Echt waar. Maar die hadden we juist net gezien. Oh my god. Oké, wacht. Ik was aan het luisteren dat ik ze mocht leggen. Dus zien ze dit. En dan de King of Wands, maar omgekeerd. Kunnen jullie dat zien? Ja. Dus de reden waarom dat deze kaart zo ligt, is omdat die eigenlijk dit beïnvloedt. Dus er is in jouw leven. Wacht even, denk ik dat nu om een keer. Ja, zo is het normaal. Als ik kijk naar de computer, dan is het vaak voor mijn hoofd wat verwarrend, sorry. Dus deze energie zegt eigenlijk waar je nu op dit moment staat. Je staat op een keerpunt, en dat is ook waarschijnlijk de reden waarom je naar die video kijkt. Je weet eigenlijk niet goed wat je moet kiezen.
En je denkt dat je eigenlijk maar twee keuzes hebt. Loslaten of niet loslaten. Binnenblijven of niet bijblijven. Maar je weet dat er eigenlijk in het universum oneindig veel mogelijkheden zijn. En dus die manier van denken zorgt ervoor dat jij je voelt met oneindig veel lasten. En ik ga kijken, kijk. En dit is de kaart van oneindig veel mogelijkheden. Dat is hetgeen wat je geleerd. En als je dat geleerd hebt, dan ga je uiteindelijk succesvol zijn in het manifesteren van die Nine of Cups. En uiteindelijk jouw ideale partner en die eenheid in jezelf brengen. Echt waar. En succes op elk vlak. Want deze kaart is voor mij altijd mannelijke energie, vrouwelijke energie en de eenheid. My God. En dus, wat zien we dan? Ja, ook hier, kijk, hier net hetzelfde. Het heel veel lasten. Daarom weet je echt niet goed wat je moet. Ja, dat komt hier ook uit. Het twee keuzes. Je ziet eigenlijk niet, omdat je geblind bent, zie je eigenlijk niet de weg vooruit. Je mind houdt jou vast in waar je nu zit. Die overtuiging, die oude overtuiging, de templates dat we hebben rond trouwen is houden, of welke oude ideeën zijn er allemaal niet, hè? En er wordt van jou gevraagd om echt in te tappen en jezelf gewoon af te vragen, maar wat is het nu dat ik zelf wil? En om dat ook duidelijk te gaan communiceren, in eerste instantie met jezelf, weg te stappen van de lasten en de burdens, en de zorgen, maar echt weer te gaan verbinden met die diepste passie. En dat gaat jou die transformatie brengen om weer op een heel volledig nieuw pad te gaan stappen. Maar dat doe je nog niet. Wanneer ligt die Queen of Wands, die Koning of Wanden, eigenlijk liever gezegd, die ligt ondersteboven. Dus dat betekent dat jij diep van binnen wel weet wat jij wilt. Je weet wat je wilt. Je voelt die vlam. Hè? Je ziet ook dat zwaard, maar het is doorzichtig, dus je hebt nog niet gesproken. Hier ook die adelaar. Je weet, je hebt nog niet volledig de verbinding met wat dat je ziel hier komt te leren en wat dat eigenlijk het zielsdoel is van deze relatie, waardoor je het gevoel hebt dat je maar twee keuzes hebt. Maar dus de grootste les hierin is vanuit dat adelaarspunt te gaan kijken, in te tappen op de oneindige mogelijkheden die er zijn. En dat ga je niet alleen individueel succes op elk vlak brengen, maar ook die ideale partner en die voornamelijk nog meer nog belangrijker nog die eenheid in jezelf. En dat vraagt dus van jou om leiderschap te nemen en verantwoordelijkheid te nemen over jouw eigen situatie. Want het is tijd dat jij eigenlijk niet meer je leven laat leiden door anderen, maar dat jij gewoon eigenlijk opstapt en je leven actief gaat gaan vormen, dat je voor jezelf gaat gaan beslissen en dat je niet aan het universum overlaat en eigenlijk de bom laat ontploffen, maar dat je eigenlijk proactief gaat gaan werken en proactief keuzes gaat gaan maken die alleen zijn met jouw passie. Wat zijn de onbewuste schaduwen die op dit moment nog van invloed zijn? Wacht, zijn er 1, 2, 3, 4, oké. Okay. En we krijgen onderaan healing. Dus het is belangrijk dat je verder in jezelf gaat gaan kijken en echt letterlijk in die healing stapt. Wat krijgen we eerst? Chariot, maar omgekeerd. Dus Chariot is het succes, is de overwinning. Maar dat is ze niet. Nee, want het ligt ondersteboven. Waarom? Omdat je nog veel te veel dingen laat controleren. Je laat het nog veel te veel aan toeval toe. En laat eigenlijk ervoor zorgen, je laat het maar gewoon op zijn beloop gaan totdat het universum gaat zeggen van, en nu is het gedaan. En dat maakt dat je, kijk hier ook weer, we hebben nu weer die dualiteit zoals dat we hier ook die dualiteit gehad in battle. Je zit eigenlijk in oorlog met jezelf. Tussen wat is het goed om te doen en wat is het slecht om te doen. Maar er is niets goed of slecht om te doen. Het is maar iets is maar goed of slecht afhankelijk van welke waarden en welke ideeën dat je erover hebt. En meer nog welke emoties je eraan koppelt. Dus dat is hetgeen dat je hier ook gezegd. En die emotionele uitdaging er rond. En hoe meer dat jij gaat gaan focussen op die diepste vlam in jezelf. En gaat harmonie gaat gaan creëren. Hoe meer dat je ook weer geluk op elk vlak in je leven gaat gaan brengen. En niet alleen dus in je relatie. Maar gewoon op elk vlak in je leven. Want je relatie is maar één onderdeel ervan. En dan ga je zien, want deze ligt goed, dan ga je zien wanneer je dat gaat gaan doen en wanneer dus dat je meer die harmonie gaat brengen tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Jouw ideeën rond goed versus evil, wanneer je dat gaat gaan healen en dat je dan uiteindelijk hier wel controle gaat gaan nemen over je leven en wel een doel voorop gaat gaan stellen, dat je ook gaat succesvol zijn.
Dat je inderdaad gaat terugkeren naar die volledige onschuld. Dat je jou vrij gaat voelen in geest en ziel en uiteindelijk ook in je fysieke wereld. Want dat is wie dat we werkelijk zijn. Dat is aan de kern wie dat we werkelijk zijn. Dus dat is hetgeen die onbewust speelt. Die stukken we, dat we kennen als we zitten in de Matrix. Dat is hetgeen dat zich afspeelt op dit moment. Oké. Nu gaan we drie. Drie groepjes. Oké, met drie kaarten hebben we dus de drie groepjes van de mensen die kijken. Dus voor jezelf kan je dan, ofwel eventjes dan straks, als we de kaarten gekozen hebben, de pauze. De video bedoel ik op pauze zetten. Om af te stemmen en te gevoelen welke dat de kaart is dat je het meeste aantrekt. Oké, dat zijn er drie. En ik voel dat we die moeten aanvullen met de draken. Kaarten, energie. Wacht, hè. Ik had die nog niet uitgehaald. Voilà. Zijn hele mooie, krachtige kaarten van Dragon Path. Zal ik het tonen? Dat is van Dragon Path. Dat zijn deze kaarten, wacht, hè. Ook een hele mooie achterkant vind ik, waar je eigenlijk de draak in de sterren ziet. Oké, welke draak is behulpzaam? Of drakenenergie is behulpzaam? Of heeft een boodschap voor groep 1? Dank u. Welke voor groep 2? Oké, dank u. En welke voor groep 3? Oeps, dat zijn er veel, dus die gaan we niet nemen. Ik denk dat er veel wordt gezegd worden voor groep 3. Eén kaart alsjeblieft voor groep 3. Eén kaart voor groep 3. Eén kaart. Oké. En die gaan we daar leggen. Er is hier nog één omgekeerd, dus ga die erbij leggen. Oké, groep 3 heeft geluk. Die kreeg twee kaarten. De draken hebben gesproken, dus luister. Dus dit is 1, 2, 3. Dan gaan we eerst met de eerste. Wat krijgen we als extra boodschap bij deze kaart? Is Shining True. Dus voor jou is het belangrijk dat je intapt op jouzelf, op jouw ware essentie. En dat je echt jouw ziel de kans laat geven om doorheen je leven te gaan stralen. Shining True. En hier zie je ook luminair. En als ik het goed voor heb, is dat ongeveer dezelfde boodschap. Maar ik ga het boekje ermee nemen. Illuminair is eigenlijk ook een van de Grandmaster Dragons. En voor degenen die synchroniciteiten en cijfers en zo bijhouden, staat op 111, dus 111. En de boodschap van Illuminair zegt dat enkel waarheid kent integriteit en kent ook de test doorheen de tijd. En de boodschap van Illuminair is: ik verlicht wat niet kan gezien worden, dat wat nog altijd voor jou verscholen is, dus die nog in jouw schaduw zitten. Maar jouw waarheid is belangrijk en moet gezien en gedeeld worden. Je kan niet langer jouzelf, dus eigenlijk jouw ware zelf, je authenticiteit, je kan die niet langer achter het masker aanhouden. Want eigenlijk hoe moet ik het gaan zeggen? Jouw valse bescherming van dat masker dat je hebt, dan dat dient jou niet meer. En dat trekt alleen maar relaties aan die niet in afstemming zijn met je diepste ziel. En dat is de reden waarom dat Illuminair ook zegt van: het is belangrijk dat je jouw ziel laat doorstralen om al de kansen en de opportuniteiten die volledig voor op jou afgestemd zijn, zoals hij hier ook een hogere zelf ziet. Dus je hebt de draak en dan hier is hier hier nog een soort, ja, het is geen mens, maar het is wel een andere energie dan de draak op zich. Je zou kunnen zeggen, bijna je hogere zelf, die wilt doorheen stralen. En het is dus belangrijk dat wanneer je in een relatie bent die jou niet meer dient, dat je die ook echt loslaat. Dat je kiest voor jezelf. En hoe meer je kiest voor jezelf en hoe meer dat je gewoon echt jezelf laat stralen vanuit je ziel in alles wat je doet, hoe
duidelijker gaat worden dan welke relaties dan nog voor jou die nog voor jouw hoogste goed zijn en welke niet meer. Dus laat jouw licht gronden op de aarde. Laat jouw ziel eigenlijk jou de weg vooruit tonen. Ik ga die zo leggen. Voilà. Dan groep 2. Dan krijgen we Beyond the Ordinary. En wie hebben we? Oh, dat is een moeilijke naam. Asclepius of zoiets. Voilà. There he goes. Asclepius is een guardian dragon. En dat is hetgeen, kijk, hoe mooi dat die ook samen gaan. Kijk, je ziet zelfs hier gewoon dat die precies lijkt over te gaan in die andere kaart. Dus voor jou, groep 2, is belangrijk om voorbij de realiteit te kijken, voorbij de 3D dingen te kijken, om verder en echt vanuit dat eagle's eye te gaan kijken naar jouw relatie, naar jouw leven. Niet alleen naar je relatie, maar gewoon naar jouw relaties. Want dat gaat jouw antwoorden brengen. Dat gaat ervoor zorgen dat je perfect gaat weten of wat de relatie waar je nu in zit en waarom je naar deze video kijkt. Of de situatie, of het obstakel waarvoor je naar deze video kijkt, dat je weet of je het mag loslaten of niet. Want, wat zegt deze drakenenergie? Het is jouw reis. En enkel dat van jou alleen. En dus hoe meer dat jij constant toegevingen doet en dingen aan de kant schuift om anderen te plezieren, dan doe je eigenlijk jezelf heel, heel, heel veel tekort. En je ziet hier ook de caduceus. Wacht, hè. Ja. Hier ook een caduceus, maar niet de versie zoals dat de meesten het kennen, hè, de caduceusstaf, die ook weer verbonden is met tweelingvlammen. En dit is verbonden ook met healing. Dus wellicht ben jij aangetrokken tot homeopathie, of werken met essentiële oliën, of met kruiden, of met essenties van bloemen of planten. En dus dat heeft te maken met jouw shamanistische verleden, waarin dat we dus echt als shamanisten doorheen rond te reizen en eigenlijk van de ene plaats naar de andere plaats trokken om healing te brengen aan aarde en de mensen die daar leefden. En dus dit is ook één stuk dat deze drakenenergie en dat hier deze kaart eigenlijk allebei ook wel meegeven, dat je weer loskomt van de oude ideeën over hoe dat je voor je fysieke lichaam moet gaan zorgen. Maar dat je dus eigenlijk weer verbindt met de healende kracht van planten, van de natuur, maar ook van jezelf als energie. En wanneer je dat wilt, dan kan je eigenlijk op deze draak dienst doen om je weer met die wijsheid te gaan verbinden, zodanig dat je echt meer en meer nog in jouw lichtwerkers en jouw healende energie kan stappen en van daaruit van dienst kan zijn en van daaruit je dromen kan vormgeven, jezelf kan gaan realiseren. En dan voor de derde groep krijgen we endless possibilities, dus eindeloze, oneindige mogelijkheden, krijgen we spirit en herne. En herne is eigenlijk de draak die verbonden is met de mannelijke, de divine masculine energie. En daarom komt die ook hier naar voren. Waarom? Omdat het belangrijk is om vanuit de geheelde mannelijke energie eigenlijk jouw realiteit te gaan vormgeven. En dat vraagt dus om los te komen van die vervormde mannelijke energie, waarin dat we vaste structuren kennen, waarin dat we denken te weten hoe dat dingen zou moeten gaan of moeten verlopen. Misschien ook een leuke nog. Spirit, zijn kaart of uitleg staat in het boekje op pagina 66. Dus misschien is dat voor één iemand of meerdere mensen ook een teken of een signaal of een bevestiging van iets. En Spirit zegt van jij bent waarlijk fantastisch, maar tegelijkertijd ook je eigen creator. Dus hij helpt jou verder te stappen op je spirituele pad en om jou nog meer te gaan verbinden met het werk dat je ondertussen al aan het doen bent, maar nog dieper in die spirituele reis te gaan stappen. En door de angsten ook rond weg te laten, om volledig
de eindeloze mogelijkheden te gaan omarmen. En dat vraagt dat we eigenlijk zo goed als angstvrij zijn. Want het vraagt altijd maar op een ander level om dingen los te laten. En hoe meer je dingen kan loslaten, hoe gemakkelijker dat je open bent aan spirit, aan her, aan jouw ganse volledige team, om die oneindige mogelijkheden inderdaad op je pad te brengen. En de spirit is hier ook om je verder te ondersteunen en te begeleiden doorheen de verschillende verschuivingen en veranderingen in jouw leven. Maar weet waar je ook doorheen gaat, in eerste instantie ben je een spiritueel wezen in een fysieke vorm. En daarom komen die twee hier ook samen. Dus hij is verbonden met fysieke aarde, de aardedraken, en hern is de divine masculine energie. Dus weet dat je bedoeld bent, dat je voorbestemd bent om eigenlijk een leven vervuld vanuit jouw ziel vorm te geven. Ik ben aan het luisteren of er nog boodschappen zijn voor deze groep, maar dat zijn de belangrijkste. En dan gaan we kijken van, oké, hier deze, van welke boodschappen dat we nog kunnen geven aan de mensen die naar deze video kijken. Ja, als dat geen mooie aanvulling is. Ware liefde gaat over het hart en de energie. Nooit over woorden, fysiek contact of materiële geschenken. Je haalt je kracht uit het hervinden van je eigen stem. Het vraagt moed om iemand diep lief te hebben en zeker in eerste instantie jezelf. Liefde zelf kwetst niet. Dat is ook zo. Ware liefde kwetst niet. Het toont, het triggert, het raakt eigenlijk onze wonden aan. Maar waarom? Omdat we ze zouden er bewust van worden en ze verder nog kunnen gaan healen. En een doorbraak komt. Wacht hè, ik ga niet ondersteboven heen. Een doorbraak komt wanneer je doorheen je eigen beperkingen breekt. Zo, ik zou zeggen, als je daar nood aan hebt, zet eventueel de video op pauze. Dan kan je de boodschappen overschrijven en ze meermaals opnieuw gaan lezen. Of wanneer ik doe dat vaak zo in mijn bullet, dan schrijf ik dat in mijn bullet journal en dan soms lees ik dan van een paar dagen terug of zelfs maanden of weken terug. En dan kijk ik naar de boodschappen die ik opgeschreven heb en dan komen er ook weer nieuwe inzichten rond de boodschappen die ik toen opgeschreven heb. En kan ik het zien vanuit een andere manier, hè? Weer opnieuw vanuit het adelaars oogpunt. Zo, dat was voor deze video. Ik hoop dat het jou een aantal inzichten mocht opbrengen. Ik heb dus niet gezegd of je moet loslaten of niet moet loslaten. Dat is volledig jouw eigen keuze, want het hoort tot jouw zielsgroei. Dus mocht je meer een persoonlijke individuele reading willen, dan kan je die reserveren via de linkjes onderaan. En dan wens ik jou vast een heel fijn weekend. Ik hoop dat je niet gaat gaan smelten, want ze geven hele warme temperaturen. Daag!